Welkom bij deze nieuwe video over lymfetaping. We gaan nu naar het Skin Lab om een aantal adviezen met je door te nemen. Zo ga je vertellen hoe je het beste lymfetaping kunt toepassen en kunt verwijderen, maar ook welke adviezen je kunt meegeven aan je patiënt. Kom je mee? Maar wat moeten de studenten nou nog echt weten? Nou, wat vooral belangrijk is om te onthouden, is dat je de tape aanbrengt op een droge en schone huid. Dus wat je kan doen, is de huid eventjes vetvrij maken door deze te reinigen. Of eventjes met alcohol af te doen, zodat de tape het beste hecht aan de huid. Ja, wat denk ik ook niet onbelangrijk is om te vertellen, is dat lymfetaping op een normale beharing gewoon goed kan plakken. Maar stel je hebt een patiënt in de praktijk met echte overbeharing, dat je dan met de patiënt gaat kijken hoe je deze haren het beste kunt verwijderen. Dat kan door middel van scheren of door het gebruik van facial trimmers. Deze zijn iets huidvriendelijker. Het is in ieder geval belangrijk dat er geen wondjes ontstaan bij patiënten met lymfeödeem, omdat zij een groot risico lopen op het oplopen van infecties. Ja, en om dezezelfde reden is het belangrijk dat je de tape zo vlak mogelijk aanbrengt, want plooien in de huid of in de tape kunnen voor huidirritaties zorgen. Ja, en daarnaast ook nog een superhandig hulpmiddel. Dat is Cavilon. En dat kun je op twee manieren gebruiken. Allereerst bij patiënten die snel huidirritatie oplopen, kan je de spray van tevoren even op de huid sprayen om vervolgens daarover lymfetape aan te brengen. Of wanneer lymfetape snel loslaat aan de uiteindes, kan je de spray eroverheen sprayen zodat het beter blijft hechten. Maar goed, genoeg over het aanbrengen. Hoe kunnen we eigenlijk lymfetape het beste verwijderen? Nou, tot voor kort werd gedacht dat het makkelijk is om de tape even nat te maken en dan te verwijderen. Maar nu blijkt dat de tape helemaal niet loslaat door middel van water, want water lost de lijmlaag niet op. Het is dus handig dat je lijmoplossende middelen gebruikt, zoals alcohol of babyolie. De tape laat je dan eventjes weken in de olie of de alcohol, zodat die vanzelf loslaat en je hem voorzichtig kan verwijderen. Maar verwijder het nog steeds voorzichtig, want er kunnen alsnog wel huidirritaties voor ontstaan als je het te hard of te stevig aftrekt. Heb je deze middelen nou niet in de buurt, dan kan je het ook zonder proberen. Dit doe je door de tape in de richting van de haargroei te verwijderen. Onder een kleine hoek rol je de tape van de huid af, waarbij deze niet mee omhoog gaat. Je trekt de huid steeds strak achter het al afgerolde deel van de tape. Gaan we nu door naar de adviezen die je aan de patiënt kan meegeven. Het kan zo zijn dat de tape wat jeukt als je hem net hebt aangebracht. Maar je kan de patiënt vertellen dat dat geen probleem is. Pas als de tape langer dan 30 minuten jeukt, is het aan te bevelen om deze te verwijderen zoals we net hebben besproken. Kan ik eigenlijk met de tape douchen? Dat kan. De tape is waterbestendig. Je kan er zelfs mee zwemmen of mee baden. Het is wel zo dat wanneer je in aanraking geweest bent met water, je de tape droog moet deppen in plaats van wrijven. Wat ook belangrijk is om te weten, is wanneer je met warmtebronnen in aanraking komt, dat de lijm van de tape beter hecht en het dus vervelender is om de tape te verwijderen. Oh ja, en wat kan ik dan doen als de tape loslaat? Nou, als er kleine stukjes loslaten, dan kan je dat prima afknippen. Het is niet de bedoeling dat je de tape gaat fixeren met meer tape of met pleisters, omdat dan de stroomrichting van het vocht verandert. Het vocht wordt door middel van de tape het beste afgevoerd als je beweegt. Dus blijf vooral lekker in beweging. Het is zo dat de tape het beste blijft zitten tussen de 5 à 7 dagen. Dus het is te adviseren dat je binnen die tijd of na die tijd weer langskomt om nieuwe tape aan te brengen. We hopen je door middel van onze instructievideo's en deze adviezen zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd over lymfetaping. In de beschrijving van deze video vind je nog literatuur voor aanvullende informatie. We hebben ook nog een laatste video voor jullie, waarin we twee experts aan het woord laten over hun ervaring met lymfetaping.